Biocide, ik gebruik ze doordacht. Een biocide is een chemisch product dat gebruikt wordt om schadelijke organismen zoals bacteriën, virussen, insecten of knaagdieren te bestrijden. Deze producten zijn niet zonder gevaar voor jou of voor het milieu. Bij verkeerd gebruik kunnen deze producten bijvoorbeeld huid- of keelirritatie veroorzaken of op langere termijn leiden tot de ontwikkeling van kanker of problemen bij de voortplanting. Corrosieve producten kunnen de huid- of slijmvliezen beschadigen van zodra ze ermee in contact komen. Biociden kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor het milieu door ecosystemen te verstoren. Ga eerst na of het absoluut noodzakelijk is om een biocide te gebruiken. Bekijk of er een minder gevaarlijke alternatieve aanpak mogelijk is. Als je toch een biocide moet gebruiken, informeer je dan eerst over de nodige voorzorgsmaatregelen en de gebruiksaanwijzingen. Al deze informatie vind je terug op het etiket of in andere documenten die bij het biocide horen, zoals het veiligheidsinformatieblad of de samenvatting van de productkenmerken. Bij desinfectie van een werkvlak is het bijvoorbeeld vaak nodig om het oppervlak eerst grondig schoon te maken. Bij het gebruik van sommige biociden dien je ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Respecteer altijd de juiste dosis, temperatuur en de aangegeven contacttijd, de tijd dat je het product moet laten inwerken. Bij afwijkingen van de dosis, temperatuur of contacttijd zal het product niet het gewenste effect hebben. Volg ook de eventuele instructies voor het afspoelen van het werkblad op om alle sporen van het product te verwijderen. Let tot slot op de geldende regels voor het sorteren van afval bij het weggooien van lege verpakkingen. Kortom, informeer je goed voordat je een biocide gaat gebruiken. Lees het etiket en bescherm jezelf door de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzingen te volgen. Gebruik je een product met de vermelding gesloten circuit op de factuur? Bekijk dan de video Biocide van het gesloten circuit. Biocide, ik gebruik ze doordacht. Meer tips vind je op biocide.be of lezenvoorgebruik.be.